Hij zit hier links beneden. Nee, boven. Daag. Oh, bijna dood. Hij is fucking weak, guy. En daar ga je dan. Level 4 alweer. Dit wapen is best wel chill. Komt er een. Lekker, weer een kill. Oké, we hebben het door. We hebben het door. Tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesview. En in deze video gaan we met de M1941 spelen met alleen de Quick Draw Attachment op natuurlijk World War 2. Op de map Gibraltar natuurlijk. Ik heb alleen Quick Draw helaas erop zitten omdat ik niet echt vaak met dit wapen speel. We gaan gewoon kijken of we een goede score mee gaan doen. We spelen gewoon TDM natuurlijk, gewoon standaard TDM. En volgens mij is deze... Zo, die recoil is wel hard hoor. Sniper, kut. Oké, even Dolphin Knife natuurlijk daar. De ding heeft volgens mij best wel aardige recoil. Dat zie... Ja, oké, die sniper. Oh my god. Er zijn snipers aanwezig in dit potje, dus daar moeten we wel even voor gaan oppassen. Teammates, we staan nu al 0-6. We gaan lekker, jongens. We hebben allemaal een dead. Echt, ons hele team heeft gewoon een dead. Dat heb ik legit nog nooit gezien of nooit echt opgelet. Maar jongens, daar moeten we even verandering... Kut, ik kan er niet op. Jongen, what the fuck? Wat een kuttrap, ouwe. Ik kom er niet overheen. Nou ga ik zeker dood. Ja, oh my god, die trap. Die verdomde trap, jongen. Oh, als die trap daar niet zat, dan had ik er gewoon tussendoor kunnen klimmen. En dan hadden we weg kunnen glippen. Maar dit ding heeft... Links... Oh, die recoil is best wel erg, hoor. Dit is natuurlijk een assault rifle. Maar even serieus. Kijk, ik zoom nu in. Kijk, dit. Het gaat overal heen. Dat is best wel irritant. Oké. Okay. Ik dacht eerst legit toen ik... Ja, dit ga ik toch niet overleven, jongens. Ik dacht eerst dat dit een light machine gun was. Want zo ziet het er legit even uit, jongens. Je hebt ook een bayonet zo. Pat! Gewoon zo lekker. Zijn gewoon... Ping. Dus jongens, we gaan echt lekker, jongens. 0-4 is onze score. Oké, we hebben onze eerste kill binnen... Maar dit ding is volgens mij echt moeilijk om te... Oh, hij heeft een gun. Jongens, kijk dan. Oh, die guns, ouwe. Ik blijf het zeggen, maar die dingen zijn zo sterk. 2-3 kogeltjes en dat ding schiet al heel snel. En je hebt gewoon een kill, ouwe. Dat is echt niet normaal. Oké, dat was een nice jump shot. Kijk, kom op, jongens. We pakken het terug. Kom op. Zover staan we ook niet achter. Oké, ik heb een beetje doorgekregen hoe ik dit wapen moet gaan gebruiken. Hij zit hier rechts. Oh my god, camper. Oh, ik heb het owned, ouwe. Oh, echt, soms zie ik echt nog niet waar al die campspotjes zitten, ouwe. Oké, ik heb een... Oh, die sniper is goed. Oh, nice hoor. Op zich, dit wapen schiet op zich. Ik zeg heel veel op zich nu. Dat meen ik. Dat merk ik nu echt. Maar het is echt chill hoor. Holy damn. Oké, dat. Je kan op zich nog best wel goed schieten. Alleen je moet wel even die recoil controleren. Ik vind het best wel sick wapen. Zo, echt zo'n light machine gun, maar dan die snel reload. Hey, dat is wel chill. Nee, niet schieten. Nee, dat team is lekker. Oh, zit hier boven mij. Ik ga via deze trap. Kut. Sorry team, dat ik je dood liet gaan. Oh, het is zo druk. Ons team heeft zich herpakt. We hebben wat kills erbij. Het is op zich nu wel best wel gelijk aan het gaan qua teams. Alleen we staan nog wel 10 kills achter. Maar ik heb het gevoel dat we het op zich nog best wel terug kunnen halen. Maar je team kom op jongens. Komt hij naar links of blijft hij daar rechts? Hij ging daar. Oh, kut. Dit ding. Oh, kijk die headcliss. Kijk die... Daar ga ik niet eens heen, ouwe. Donder maar een heel... Ik ben fucking weak. Granaatjes. Alles vliegt om mijn oren. Oh my god, ja. Oké, ik ga dat midden even een beetje vermijden. Het is te druk daar voor mij. Het is echt... Overal wat je beschoten. Ik ga een beetje aan de zijkantje spelen. Dus via hier komt daar iemand aan. Er zitten daar te campen, daar achter bij die... Ah, ik wou Dolphin Knife doen, dat lukte niet. Kom op jongens, kom op. We moeten dit toch winnen, jongens. Nu gaat 10-2 en 10-4, hoor. Ik ga ook niet heel goed, dat zeg ik je eerlijk. Maar kom op jongens, het kan. Hij zit hier links. Dag, ik wist dat je daar zat. Kut, ik zit in hun span nu. Oh, wat kut. Oh, heel erg dit. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Misschien kan ik hier wel even wat kills gaan pakken, ouwe. Dit gaat wel nice. Spannen er nog meer. Ik ga iets pushen. Iets terugtrekken, nu. Even concentreren, UV'tje. Hop, weer een kill. Ze blijven komen. Hier gaat er een headcliff. Nee! Oh, ik wou mijn scorestreak met tweede. Ik weet echt nog steeds niet de naam van al die scorestreaks. Maar kijk, ik had daar wel wat kills. Dat was wel chill. Dit wapen is te gebruiken. Dat zie ik wel nu. Het is op zich nog wel een redelijk chill wapen. Ik heb de recoil een beetje onder controle gekregen. Wat best wel chill is. Hij zit hier links beneden. Nee, boven. Daag. Oh, bijna dood. Hij is fucking weak, guy. En daar ga je dan. Level 4 alweer. Dit wapen is best wel chill. Komt er een. Lekker, weer een kill. Oké, we hebben het door.
Kut, reloaden, granaat. Oh shit, huh? Die granaat ging opeens links, naar rechts en naar links. Ik wist niet waar die granaat was. Oké, dit wapen, ik weet hoe dit moet spelen. Ik heb de recon en de controle gekregen. Dus dit is best wel chill wapen op zich nu. Het was echt wennen in het begin. Ik had er ook nog nooit mee gespeeld. Dus ja, dit is op zich... Kijk, hij is best wel sterk hoor. Alleen je moet gewoon even goed raakschieten. Oh, dus... oh, granaatjes. We pakken een... Kom op jongens, teammates. Ik heb het gevoel erin. We gaan die comeback zetten jongens. Kom op man. Oké, oh, we gaan... Oh shit, ik dacht even dat... Ik weet niet waarom ik daar iemand zag lopen, maar dat dacht ik. Zet allemaal in het midden. Teammates, neem het over. We maken weer kills, we maken een comeback. Oh shit, dit potje kan nog best wel close worden. Oké, ik heb wat ammo erbij opgepakt. Dat is altijd wel chill. Je hebt geen scavenge in deze game, dus je moet eigenlijk gewoon... Kut, ik zie helemaal niks. Je moet eigenlijk gewoon ammo van je... Nee, klom... Ah, waarom liet hij niet door? Hij is slim hoor, dat hij gelijk weer terugloopt. Dat, is ook, dat doe ik ook heel vaak. Gewoon dan denk je van, de teammate of de enemy loopt door. En dan klap je toch nog even terug. Ja, ja, teammates, ik kan halen scorestreaks. Dit is nice, jongens. Dit is zeker nice. Hier, pakken we die kill even op. Even weer terug. Ik ga even hier naar boven rennen. Oké, we staan bijna gelijk. We moeten nog 9 kills maken. Nee, ik kan niet de hele klus hebben. Niet door de muur schieten. Niet door de muur schieten. Niet door de muur. Eén beneden. Lekker, oké, 60, kut. We staan 11 kills achter, jongens, kom op. We stonden net 9 kills achter, dit moeten we weer terughalen, man. Ik moet eigenlijk weer zo'n spantrap hebben zoals net. Nou, het was niet echt spantrap, maar meer van, yo, ik drop best wel veel kills in die, op die... Ja, ze spanden daar, het is gewoon spantrap, noemen we dat. Kom op, jongens. Oh mijn god, het is echt zo close, weer 10 kills verschil nu, het wordt steeds minder. 9. 8, oh shit, dat ging bijna dood. Ik wil eigenlijk niet doodgaan, oh kut, niet vallen. Oké, ik ga proberen weer een beetje in hun span te komen. En daar veel kills te halen. Want het is echt close. Het gaat tot 100 natuurlijk. Maar dit is nog best wel close, ouwe. Dat zeg ik je eerlijk. Ik loop even helemaal om. Even gewoon vies in de rug komen. Kijk, daar hebben we 1 kill. Spant hier ergens. Oh mijn god. Ik geloof het. Ik vind het echt... Dit is nog best wel spannend, ouwe. Als je eenmaal in de rug zit, dan weet je niet waar ze zitten. Ik hoop... Waar spannen ze dan? Kom op jongens, we moeten die kill... Weer een kill. Team is niet allemaal komen. Oh, ik was... Dat was dom. Ik liep te open in de spam. Maar we staan 10 kills achter. Het lukt niet. We moeten die 10 kills nog erbij halen. Maar dan mogen wij ook niet doodgaan. En dat is best wel moeilijk in deze game. Je haalt meestal 3 kills. Of je haalt gewoon een nieuw, weet je. Het is best wel moeilijk om een nieuw te halen, vind ik, deze game. Vicious Mandel heet dat, geloof ik nu. Maar het is... Je haalt een kill en dan ga je... Bijvoorbeeld 3 kills haal je, dan ga je ook weer dood, weet je. Omdat het best wel een... fightful gamepje is. Dus er zijn best wel veel gevechten gaande. Maar op dit moment gaat het wel goed. Even een dolphin dive doen. Hup. Holy. Ja, door die rook. Oh, ik heb hem nog. Teammates, we gaan goed. We gaan goed. We gaan heel goed. Oh, kut. In mijn rug. Oh my god. Ik vind het zo spannend op zich nog. Ze blijven die granaten gooien, man. Dat is echt... Teammates! Oh, jongens, let dan op, ouwe. Net is zo close. Ik ga op zich nog wel redelijk. Ja, die deads zijn ook weer veel, wat ik zeg. Je haalt een paar kills en je gaat daarna gelijk weer dood. Lekker teammate, ik heb hem voor je. Maar kom op, jongens. Nee, kut uit. Rennen, dolphin dive. Liggen. Oké, ik heb ze alle twee. Het was een beetje camperig, maar... Kut camper. Oh my god. Kut, ik pak de hele tijd de... Oh my god. Nee, nog 1 kill. Nee. Oh, dit was zo close, ouwe. Zo close. Ik deed echt mijn best. Oh. Nou, op zich, die gun is wel echt sick, hoor. Oh my god. Ah, die enemies. Oh, kijk dit vier. Is het enemy? Dick Clan? Nee, mijn teammate. Wij hadden ons echt herpakt. Die enemies lieten het echt zakken, ouwe. Maar oh, we waren zo close bij de win. Oeh, dit was echt een intens potje. Holy damn. Helaas hebben we wel verloren. Dat vind ik wel jammer. Maar op een gegeven moment, in het begin gingen we echt slecht. Dat begin, dat was ons enige nadeel. 8 kills verschil, helaas. Dat begin ging ik echt slecht. Dat zeg ik eerlijk. Ik ging echt slecht. Maar op een gegeven moment kreeg ik dat wapen door. Best wel chill te gebruiken. Dit wapen is best wel awesome eigenlijk. Maar ja, helaas hebben we verloren met 8... kills verschil eigenlijk. Maar jongens, ik hoop toch dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het super awesome potje. We zijn level up. Duimpje omhoog voor de level. Jongens, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen op deze video. Ze super nice zijn. En holy shit, we hebben fucking veel unlocked trouwens. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later mensen.